Helemaal, mijn naam is Kelly en welkom bij een nieuwe aflevering van Koken voor Geeks. Vandaag richten we ons op de recentste film van Pixar getiteld Luca. Luca kwam er op het perfecte moment, naar mijn gevoel. De film had zoveel warmte, zoveel liefde. Het was like zo, ja, een klein avontuur op één plek. En dat was perfect wat ik nodig had in de film op dat moment. En it hit me right in the ticker. De film speelt zich af in een klein vissersdorpje in Italië. En een kind, Luca, die gaat op ontdekking naar een wereld die tegelijk heel veraf en toch heel dichtbij was voor hem. En een van de dingen dat hij daar ontdekt is Trenette al pesto. Ik weet niet hoe je dat anders moet zeggen. En het wordt heel duidelijk gemaakt in de film dat dat een recept is dat die kinderen hun brein gewoon doet ontploffen. Trenette al pesto. Mangiamo. Dus vandaag gaan wij die Trenette al pesto klaarmaken. En eigenlijk valt dat echt nog wel mee van wat je moet doen. Het is iets dat je perfect op een WK of een keer kunt klaarmaken. Deze keer heb ik twee briefjes. Eén keer voor de pesto, want ja, we gaan zelf onze pesto klaarmaken. En dan voor de pasta. Dus wat hebben we nodig? 30 gram pijnboompitten. 1 theelepel zout. Wat moet ik daaraan tonen? Dat is zout, hè. 1 theelook. 30 gram basilicum. Ja, ik heb gekozen voor verse basilicum van een plantje. 30 gram basilicum komt overeen met ongeveer 45 blaadjes. Nu, als je grotere blaadjes gaat nemen, ga je dat er natuurlijk sneller aan geraken dan wanneer je kleinere blaadjes neemt. Ah ja, mijn kaas. In een goede pesto zit natuurlijk ook voldoende kaas. En in dit geval gebruiken we er twee soorten. We gebruiken 20 gram van Parmigiano Reggiano. En dan gebruiken we nog 10 gram van Pecorino Romano. En we gebruiken de pecorino omdat die iets zachter is dan de parmezaan. En op die manier creëren we dan toch nog een beetje een aangename balans. En als laatste heb je dan ook nog olijfolie nodig natuurlijk. Voor dan de pasta af te werken heb je in dit geval 450 gram pasta nodig. Hey, editing Kelly hier. Even een kleine side note. Ik weet dat ik hier zeg 450 gram pasta, maar dat is omdat ik een Amerikaans recept volg. En ja, niet naar luisteren. Dat is veel te veel pasta. Dat is echt immens veel. Je hebt echt wel genoeg. Als je 250 gram pasta neemt, dan heb je echt een grote portie voor twee mensen. Niet luisteren naar wat dat er hier gezegd wordt. Allee, wel naar de rest. Maar je weet wat ik bedoel. Oké, back to the video. Nu, ik speel eigenlijk een beetje vals in dit geval. Ik heb geen Trenette pasta. Ik weet het. Sorry. Ik heb linguine in de plaats. Trenette is een pasta die ook plat is, zoals linguine, maar nog ietsje breder. Maar niet zo breed als tagliatelle. Dus het zit er zo'n beetje tussen linguine en tagliatelle, maar dichter bij linguine. Als je de extra mile wilt gaan, kan je naar een Italiaanse speciaalzaak gaan en kijken of ze daar Trenette verkopen. Maar anders is het ook perfect oké dat je gewoon linguine gebruikt. In het recept van Trenette al pesto zit er ook aardappelen. In dit geval 300 gram, wat dat voor mij nu overeenkwam met deze twee kloeven. En we willen het toch ook nog een klein beetje gezond maken, dus we voegen er ook nog boontjes bij. 150 gram bonen, gewassen, gedopt en gesneden in stukken van 2,5 centimeter ongeveer. We gaan er eens aan beginnen. Ja, voor de pesto gaan we eerst onze pijnboompitten roosteren. Dat doen we gewoon in een klein pannetje. Ja, vanaf nu ga ik veel meer in de keuken zijn, dus ik ga jullie meenemen. Kom maar. Om de pijnboompitten te roosteren nemen we een kleine pan en we doen daar geen vetstof in. Zetten het op een medium. Wat heb jij gevonden, Lizzie? Eens dat de pan een beetje warm begint aan te voelen, en ja, dit is een heel wetenschappelijke manier om te merken of de pan voldoende warm is, doen we er de pijnboompitten bij. En het is belangrijk dat je ze eigenlijk continu blijft bewegen. Pijnboompitten hebben wel eens de neiging om snel te verbranden. A few minutes later. Zie je de kleur dat ze krijgen? Deze is eigenlijk al voldoende geroosterd. Zo.
halen van het vuur. Terwijl dat de pijnboompit een beetje afkoelen, heb ik intussen ook de look gepeld en gewoon grof fijn gesneden. Grof fijn gesneden. Beetje een contradictie daar. Nu gaan we onze pijnboompitten, de ene theelepel zout en de look, in een mortel doen. En gaan we die stampen en gaan we op deze manier al een basis voor onze pesto creëren. Dat lijkt mij een beetje te klein, hè? Wacht. Big boy. In onze mortel gaan de pijnboompitten, 1 theelepel zout en onze pijnboompitten. En dat gaan we nu stampen. A little longer than a few minutes later. Dat blijft je dus doen totdat je eigenlijk een soort van paste, een soort van pasta hebt op de bodem van uw mortel. Dat duurt ongeveer een drietal minuten. En nu gaan we beetje bij beetje de basilicum toevoegen. Een klein handvol per keer. En die stampen we ermee in. Much, much, much later. En nu kunt je afvragen, Kelly, waarom pijnigt jij jezelf en doet je dat niet met een blender? Ik heb intussen geleerd dat als je pesto met een blender maakt, dat de hitte van die blender ervoor zorgt dat je basilicum een extra bittere smaak afgeeft dat hij normaal gezien niet zou doen. Dus je kunt dat perfect doen, maar je gaat wel een verschil merken als je het op deze manier maakt in smaak. Of je kunt natuurlijk ook dit aanzien als een pasta pesto en een potje pesto gaan kopen in de winkel en dan kom ik naar je huis en dan kom ik u in elkaar slaan met dit. Ook nog met brokken aan. Maak zelf je pesto. Dat klonk heel streng. Ik kom niet af. Ik ben veel te lief daarvoor. Ik ga je waarschijnlijk afkomen en in plaats van u in elkaar te slaan, ga ik u gewoon een bord geven wat ik heb klaargemaakt. Ik denk dat dat realistisch is. Calling myself as a camera, sure. I'm not tough. Dan voegen we onze kaas toe aan onze pesto. Alles in een keer. Voilà. Eens dat uw kaas incorporated is, gaan we de olijfolie toevoegen. In dit geval voegen we 80 ml olijfolie toe. En dat gaan we beetje bij beetje doen. Voilà, onze pesto is klaar. Ziezo, dat was de pesto en nu gaan we beginnen aan de pasta. We beginnen met het koken van een grote pot water. Daar doen we voldoende zout bij. En terwijl dat kookt, gaat je de patatten schillen en in blokjes van ongeveer 2,5 cm snijden. Zoals dat je ziet, kookt het water, dampkap aan, want veiligheid boven alles. Ik ga een timer zetten voor in mijn geval 14 minuten. De aardappelen gaan er eerst 4 minuten in en dan gaat de pasta erin. De pasta die ik heb is op 10 minuten al dente, dus daarom zet ik mijn wekker nu op 14 minuten. Van zodra dat de aardappelen erbij zijn, kalm, als een splasje, jongen. A little later. Oké, de 10 minute mark komt eraan. Ik ga mij al klaar om de pasta erbij te doen. En 10 minuten. Ziezo. Ziezo, nu is de pasta samen aan het koken met de aardappelen voor nog 10 minuten. In de laatste 3 à 4 minuten van die 10 gaan we de boontjes nog toevoegen. You get the idea. Nu gaan we de boontjes eraan toevoegen. Ziezo. En gaan we ook meteen een kom gebruiken om wat pasta, water, of ja, pasta, patatenwater mee te nemen. Liefst zonder groentjes. Niet zo gemakkelijk als dat het lijkt. Dat gaan we straks mogelijk nog nodig hebben voor onze pasta. Pasta van het vuur. En je ziet, ik ben eigenlijk ook een zeemonster, dus ik moet mezelf beschermen van water. Zwiep. Dat gieten we af. Nu is het al de laatste paar stappen van ons recept. Het is heel belangrijk dat je nu een aparte kom neemt, koude kom. We gaan de pesto niet bijdoen bij de rest van onze ingrediënten. Nee, het is heel belangrijk met verse pesto dat die koud blijft. Dus dat die niet in een warme kom terechtkomt. Dat die eigenlijk enkel
warmte krijgt van de residual heat van uw andere ingrediënt. Dus we doen die nu in een aparte kom. Daar gaan we nu de rest aan toevoegen. Wop. Als je de helft niet kwijtgeraakt. Ik heb een grotere kom nodig. En rap even omwisselen van kom. Dan gaan we al een beetje van ons pasta water toevoegen. Niet te veel met de keer. Dan gaan we dat mengen. Het is helemaal oké dat de aardappelen nu wat opbreken. Dat is net hoe het moet. Nu is het een kwestie van dat mooi dresseren. Zo. Kijk eens, mooi. Prenete al pesto. Ja, dat moeten we proeven, hè. Zoals zegt de Italianen. Met een vork. Met enkel een vork vooral. Ja, oké. Okay. Oh ja. Dit is ook weer zo'n goede comfortfood. Ik zou er zelfs nog een heel klein beetje meer zout bij doen. Als afwerking. Maar dat is natuurlijk volledig naar smaak. Wat je eigenlijk ook hebt, is door de aardappelen die erin zitten, die hebben eigenlijk een laagje gecreëerd over de pasta. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik moet dat eten zoals een zeemonster. Nu wel. Ik weet niet wat het is. Het smaakt beter als je het met je handen eet. Zo. Dat was het voor deze aflevering van Koken voor Geeks. Heel erg bedankt om te kijken. Overweeg ook om te subscriben, om het te liken, om het te delen, om het te maken. Zoals ik elke keer zeg, stuur het mij door als je het gemaakt hebt. Ik vind dat superleuk om te zien. En ja, dat was het voor mij. En ik zie jullie terug in de volgende video. Bye! Testing, testing. Broek optrekken. Helemaal en... Helemaal, mijn naam is Kelly en welkom bij een nieuwe aflevering van... Zelf onze pesto klaarmaken. Heel belangrijk dat je dan echt gewoon het blaadje neemt. Wat is het probleem? Focus. In het recept van... Ik maak dan briefjes en dan kijk ik er niet naar. Ben ik nog aan het opnemen? Ja, theelepel zout. Aha, got you, motherfucker. Wat je eigenlijk hebt gecreëerd, is dat door... Ik ga dat gewoon zo blijven eten.